elke stad en in elk dorp leven veel verhalen, maar soms lijken die weg te zakken in de vergetelheid, terwijl er zoveel moois te vertellen is. In Lelystad zorgt Ger Koreman dat de herinneringen levend blijven. Ger, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ga je het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over het Zilverpark. Zilverparkade. En ik wil het even over de Agora hebben. Mm-hmm, het theater. Het theater. En wat gaan we eerst doen? Eerst het Zilverpark. Zilverpark. Want even voor de mensen die niet in Lelystad wonen, het Zilverpark, omschrijf het park. Ja, het Zilverpark is ligt in het centrum of tussen het centrum en het ziekenhuis in van Lelystad. Hè. Het is een prachtig park. Het is niet groot, het is smal. Het ligt langs de vijver, die hoort ook bij het park uiteraard. Het is omringd door bomen en een grote vijver. Veel Lelystedelingen hebben geen idee waar de naam Zilverpark vandaan komt. Nee. Het is ook wel weer grappig. Het komt door onze toenmalige koningin Beatrix. Die is in 1992 gevraagd om een boom te planten. Of de eerste boom van dat park te planten. Dat was in 1992. En de eerste bewoners waren in 1967 in Lelystad komen wonen. Dus dat was precies 25 jaar daarna. En 25 jaar is zilver. Dus hebben ze het Zilverpark genoemd. Ah. Oh, en bestaat die boom trouwens nog? Dat is ook grappig om te weten. Ja, Rob vraagt het al. Bestaat die boom nog? Ja, die bestaat nog. Oh ja, want Lelystad kennende laten ze niet altijd alles staan. Nee. Dat klopt ook. Maar deze boom staat nog. Als je dus aan de kant van het ziekenhuis. Juist dat bruggetje oploopt, hè, dat mooie gevormde bruggetje, staat rechts van het bruggetje, staat die boom. En het boom, dat is een ginkgo biloba. Oh, zo'n hele mooie. Eendepootboom genoemd. En dat was een uitsterven van de rest in Japan. En die was hier naartoe vervoerd. Hij staat bij Japan staat hij om tempels heen en zoveel gebouwd. Speciaal voor het Zilverpark? Speciaal voor het Zilverpark is hier naartoe gehaald. De koningin natuurlijk, de koning zelf, maar omdat zij dat ging doen natuurlijk helemaal. En ja, die was op uitsterven stond hij. En nu staat hij daar weer te bloeien. Ja. En er staat ook een bordje bij. Van 1992 in de grond, dat zij dat geplant heeft daar. Oh, wat leuk. Leuk is dat, hè? Ja. Dat is toch echt leuk om te weten ook. Ja, we gaan zo door. Maar weet je, ik vind als buitenstaander, ik kom dus niet uit Lelystad, ik kom uit Almere, vind ik die appartementen of die kantoren die er aangebouwd zijn aan die Zilverparkade, vind ik zo uit de toon vallen in heel Lelystad. Ja, daar ga ik denk ik over vertellen. Oh, goed zo. Ja, ga door. Ja, en de grap was eigenlijk dat. Ik vertel het al, hij staat bij de brug aan de zijkant van het ziekenhuis. Staat hij. En het park heeft de prijs voor de omgevingsarchitectuur gewonnen. Want het is een heel apart park eigenlijk. Ja. En het park praat je natuurlijk al. Ja, we hebben hier hele grote parken natuurlijk. Het Zuigenplaspark. Het is niet echt een park. Het is niet echt een park. Het loopt langs de vijver. Maar het is wel heel mooi als je er langs loopt. Ja, die skatebaan ligt er natuurlijk nu. Maar als je er langs loopt, is het best heel mooi aangelegd. En die mensen die nieuwe flats die er staan op de hoek, daar bij de Deen. Die mensen kijken natuurlijk op een schitterend gebied daar, zonder meer. Maar. Ja, de Zilverparkade, kom je op je huisjes terecht. Hè? Ik heb het al eens eerder verteld. Lelystad is gebouwd in de modernistische, met een modernistisch gedachtegoed. Het moest allemaal heel modern zijn. Het centrum werd gekenmerkt door grote, enigszins identiteitloze panden. Hè, beetje fantasieloos was het. Beetje fantasieloos. Ja. Dat heb ik ook uitgelegd. Het centrum is verkeerd omgebouwd eigenlijk. Hè. Je rijdt tegen parkeergarages, reed je aan. Nou, daar zijn ze heel langzaam achtergekomen dat dat niet goed is. En dat is men aan het aanpassen. En zo is men ook begonnen met die huizen te bouwen. We hebben gezegd, als je aankomt rijden, moet je woningen zien of winkels zien. In het ladycenter, als je aankomt rijden, zie je winkels. Krijg je een onderbuikgevoel, ik wil iets kopen. Dat heb je in de Goria niet. Je ziet geen winkels. Je ziet alleen maar parkeergarages. Mm-hmm. En daarvoor zijn die huizen gebouwd. Maar om zomaar huizen neer te zetten, hebben ze iets bedacht. Hebben ze gezegd, het moet een herkenbaar punt gaan worden in Lelystad als je aankomt rijden. En het moet eigenlijk een beetje een filosofie zijn op Amsterdam, op de grachtenpanden. Ah. Nee? De architecten, zijn allemaal verschillende architecten. Elk pand had een andere architect. Ja. En die kregen de opdracht, de een moet kleiner, hoger, smaller, zo zijn, weet je wel. En die panden in Amsterdam staan ook allemaal scheef. Die grachten. Mm-hmm. Nou, dat kon hier dus niet. Wat hebben ze gedaan? Hebben ze die balkonnetjes scheef getrokken? Ja, wat grappig. Dat is dus de achterliggende gedachte. Maar jij hebt er een gedachte over? Nou, nee, ik vind het een beetje uit de toon vallen bij de rest. Want dan heb je, nou, het is nu afgebroken, die mystic, wat aan de overkant zit. Ja. Het is zo lelijk dan wat de omgeving verder te bieden heeft. Zonder dat park, dat ziet er prachtig uit. Nee. Maar je begrijpt een beetje, je denkt, maar waarom ziet het er zo mooi uit, terwijl de rest er niet zo mooi uitziet? Mijn discotheek is afgebroken. Dus. Ja, het wordt ook de grachtengordel van Lelystad genoemd. Mm-hmm. Ja, als je op de hoek dat Zilverpark, dat schuine huis ziet. Het is allemaal een beetje schuin, een beetje die takken. Die bomen op die grachten hebben die takken tegen die gevels aan gemaakt. Het is een beetje filosofie. Het is het nou net zo onbetaalbaar als Amsterdam, Ger?
Dat weet ik niet. Oh, daar heb je niet naar gekeken? Nee, ik woon daar niet. Okay. En er is nu weer ook een nieuw gebouw neergezet. Hè? Die met de trap, zo'n gebouw met van die een beetje trapsgewijs lopen. Terrasgewijs. Prachtig. Een prachtig gebouw is dat geworden. Ja. Dat is heel duur, dat weet ik wel. Ik heb het niet verkeerd, dus ik weet niet wat het kost. Maar het is heel veel geld in ieder geval. Dat is voor een gewone presentator van radio. Om nee, om nog niet gewoon nog in sociale huur wonen. Dat weet je niet. Maar dat is een beetje de achterliggende gedachte van het park. Dus we hebben het Zilverpark, dit is ook Zilverparkade genoemd. En die huizen zijn eigenlijk gebouwd. Het is de grachtengordel van Lelystad geworden. Okay. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Ja. Nou, mooi verhaal over het Zilverpark. En nu de Agora? Ja, nou de Agora, dat is ook helemaal een apart gebeuren. Ik weet niet of jullie de oude Agora gekend hebben. Ja, ik wel. Wel, hè, natuurlijk. Hè. Ik heb daar nog gezaalvoetbald, sportzaal. De bibliotheek zat erin. De bibliotheek zat erin. Het was een ontzettend leuk centrum. Maar eigenlijk een heel leuk gebeuren daar. Maar oké, dat is ook afgebroken, zoals zoveel. En er is een mooi nieuw gebouw voor teruggezet. Ja, daar is ook de mening over. Dat ik vind het schitterend mooi gebouw. Die kleurenstelling. Ik vind het echt heel leuk. Oranje is dat? Nou, oranje? Ja, het is. Nee, ik zal het je uitleggen. Je moet je voorstellen, de nieuwe de Agora werd straatgericht gebouwd. Want de ingang zit eigenlijk aan de verkeerde kant. Mm-hmm. Want waar je nu tegenaan kijkt, zeg maar, dat is de ingang. Dat is eigenlijk langs de weg. Ja. Het moest eigenlijk naar het centrum gedraaid worden. Mm-hmm. De oude ingang was ook aan het centrum. Die was op de Agora-lijn. Ja. Agora. Maar. Hier was de bedoeling dat voor de deur van de Agora, daar zou een horecapleintje komen. Dus die straat zou weggaan, die weg. En dan zou alle horeca zou daar gevestigd worden. Dat was het plan. Maar dat is eigenlijk nooit doorgegaan. Dat is af door de gemeenteraad toen weggeveegd. En dus zit nu eigenlijk die ingang zit eigenlijk aan de verkeerde kant. Ja, en de achterkant is voel je lelijk. Gelukkig nu doordat het dat filmtheater ernaast gebouwd is. En er komt daar ook nog een horeca. Wordt het er een beetje meer bij betrokken. Ja, maar het stond een beetje eenzaam daar natuurlijk. Hè. Dat is inderdaad. Mooi zou zijn geweest als het aan de lange zijkant had gelegen. Hè, tegenover. Als het aan die kant had gelegen, zo wat je op de foto ziet. Dan had je zo het horecapleintje, het nieuwe horecapleintje. Maar dat vind jij? Of er zijn meerdere mensen die dat... Nee, dat want dat eigenlijk tussen de Kubus en, want ik ben niet bekend, maar tussen de Kubus en Agora, daar had het plein moeten komen. Kubus ligt eigenlijk aan de overkant van de Agora. Mm-hmm. Ja. En daar zouden dus allemaal horeca komen en theater en dat soort dingen. Ja. Bioscoop. Het is allemaal, die plannen is allemaal omgegooid door de jaren heen. Architect Ben van Brakel die heeft de Agora Theater bedacht en laten bouwen. Die liet zich vooral inspireren door de steeds wisselende luchten boven Lelystad. En zowel interieur als exterieur zijn dan ook een verwijzing naar de steeds wisselende luchten. Hè. Er zijn aan te merken aan deze luchten. Als je s'avonds in Lelystad heb je vaak een oranjeachtige als de zon ondergaat, weet je, door het water. En dat is de spiegeling van het water. Gisteravond zat ik in de tuin en ga daar de zon onder en daar zie je het oranje zakken. Weet je, dat is heel apart. En dat is echt die kleuren van die zitten allemaal in die dus de ondergaande zon oranje, zie je dus in... Dat zie je eigenlijk in het theater. En als je dat niet weet, denk je gewoon wat een afschuwelijk ding. Hè. Dat kan ik me ook voorstellen. Maar het is een diamantvormig gebeuren is het uiteindelijk geworden. En door die schittering van alles, van die kleurtjes allemaal. En het is ook binnenin, hè, want kijk, de exterieur is knaloranje als je binnenkomt. De foyer is juist een combinatie van wit en roze. Mm-hmm. Dat is prachtig. De zaal die je hier ziet, die is gewoon helemaal rood, warm rood. Is die, zoals veel theaters natuurlijk in de wereld. Dat is een diamantvormig facet, wat ik zei. Deze vormataal komt ook terug in de grote zaal. Daar zie je ook die beweging allemaal aan het plafond. Ja, de foyer daarentegen zijn rood en sierlijk. En trappen slingeren omhoog. Hè. Het is een beetje van binnen ook. En wat heel apart is, je ziet nergens pilaren of zuilen in het gebouw. Het is zo gebouwd dat je nergens palen ziet. Meestal in flatgebouwen zie je palen en dat soort dingen. In de Agora, Nou, ik zou iedereen die een beetje onbekend is hier in...